moeten op de metrieke mijl. Wat kan Enke op de 500 meter? Kan ze daar ook nog eens een keer vlammen? Dit is de man die het oog houdt op de Oost-Duitse damesploeg. Zeg maar de manager. In een soort Ray Charles vermomming daar Karin Enke en Karleen in de buitenbaan. Ziet u nou Enke niet die punt in het ijs, maar plat met de schaap. Kan ze dit ook? Kan ze ook wat Rothenburger doet? Haar opening moet rond de 11 liggen. 11 blank voor Enke en Karleen blijft achter. En nu, ze is krachtiger denk ik. Ze heeft meer macht in de slagen zitten, maar kan ze dat ook uitbouwen? Ze verliest in de eerste 100 meter, 2/10 seconde. En kan ze dat in die volgende 400 meter dan goed maken? Waar komt ze uit? Karin Enke, ze heeft 1 gouden medaille. En het wordt een tweede plaats voor haar. 1, Enke 2. Zodat de Russinnen, die straks 1 en 2 stonden, doorschuiven. Karleen komt met 43,65 op de 9e plaats. Een serieuze aanval dus van de allrounder Enke. Op de sprintklasse van Rothenburger komt tekort. 41.02 om 41.28. En mag je dan zeggen dat de schade opgelopen in de eerste 100 meter niet meer ingelopen is? Ja, dat mag je zeggen.